Hey iedereen en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video hier op Anders Games. Mijn naam is Roy en ik dacht me vandaag, weet je, het is nu, jongens, ik laat het even zien. Het is nu 10 uur 's ochtends en ik dacht van, weet je, waar ik heel veel zin in heb op deze zaterdagochtend. We gaan lekker wat bakken. We gaan lekker wat koekjes bakken, misschien wat pizza. Weet je, we gaan lekker in de keuken staan van spelen.nl. Oh yeah, let's go jongens. Als je er heel veel zin in hebt in deze video, doe dan een duimpje omhoog en laten we beginnen. En gaan we maar beginnen met een taartje bakken. Weet je, lekker een leuk taartje bakken voor in deze ochtend. Lekker gewoon voor de visite die we niet hebben. Heerlijk muziekie. Oké jongens, Baker Bob has been murdered. Dit is een kinderspel. Waarom moet er gelijk weer iemand vermoordend zijn? We help Wallace and Gromit bake the products that Baker Bob used to make so that people don't get hungry. Oké, ach kijk nou, dit is. Dit is een Engels spel. Oké, drag the Uncle Dough into the oven. Oké, doe het ongekookte deeg in de oven. Klik op de oven en zet hem aan. Oké, ik klik hem aan. Oh, kijk nou, dat doet hij helemaal zo. Oké, ik dacht we gaan hem ook even decoreren of gaan we hem niet decoreren? Ik wil hem eruit halen. Ik vind hem nu wel goed. Ik hou wel van medium rare. Oh nee, dat is alleen met vlees. Oh nee, nee. Shit. Take the finished goods out of the oven. Oh, kom. Oh, we hebben taart. Oh, ik moet hem in de auto doen. Maar is hij nu al klaar dan? Is het serieus het spel? Are you kidding? Hallo. Oh, die moet er zo in. Shit. Ja, nu moet ik gewoon wachten. Nou jongens, ik vind dit spel maar een beetje vreemd. We gaan maar wat anders doen. Gaat u niet godverdomme wat brood bakken? En dan gewoon een paar keer op een knopje klikken? Nee hè? Oh jongens, dit is toch veel leuker. Even weer het volgende dansje. Oké jongens, play game. Huppatee, we gaan het doen. Stage 1, oké. Ik ben benieuwd wat we gaan doen jongens. Track the item from the kitchen and drop it in the green box. Oké, in de groene doos. Oké, nu heb ik dit. En nu? Oh, dan moet ik die pakken, denk ik. Of niet? Nee? Nou, dan pakken we een tissue. Oké, wat moeten we hier nu mee doen? Er wordt niks uitgelegd. Pick the item from the kitchen and drop it in the green box. Een lepel. Lepel! Nou, of een mes? Nou, denk ik ook niet. Jongens, deze game... Oh my god. Ik weet niet hoe deze game werkt. Ik vind het allemaal veel te moeilijk. Wat de hel? Hij doet het niet! Oh, misschien is hier nog wel wat. Dit. Wat zout. Nee, misschien moet dit erin. Oh, dat. Dan moet dit erin. Nee, de game werkt niet meer, jongens. Het is helemaal kapot. Oh, nee. Ik weet niet, de koekjes bakken worden al moeilijk, hoor. Echt serieus? Ik kan niks doen. Ik snap er geen hond van. Nou, er zijn ook geen honden hier, want we staan in de keuken. Maar oké. Oh my god, wat is er met deze games? En ik heb ook nog tijd ook. Oh, wacht, er is hier ook nog een koelkast. Oh, wie did it? Oh, er staat hier wat we moeten zoeken. Jeetje, zeg dat dan even eerder. Pick the item from the kitchen and drop it in the green box. Hoppatee, nou, die huppatee. Oké, ik snap het al helemaal, jongens. Ik ben helemaal in mijn ritme, hè? Zo, maar dit is toch niet leuk? Ik zoek alleen maar dingen voor in de keuken. Ik wil echt wat bakken. Oké, wat boter. Een lekker tissuepapertje. Deze. En wat eieren. Wisten jullie dat eieren... Ja, als je nu een ei zit te eten tijdens deze video... Een ei is eigenlijk de ongesteldheidsding van een kip. Leuk, hè? Ja. Oké, let's go. Een lepel. Een bakvorm. Moet ik gewoon niet alles bakken in deze keuken? Oh, nee. Oké. Oh, leuk. Dit vind ik leuk. Oké, ik wil het erin doen. Oh, kijk nou. Oh, en dit wil ik erin doen. Een lekker theelepeltje. Oh, daar ook een lekker theelepeltje van. Oh, we mogen lekker mengen. Oh nee, dit is, hoe heet het? Niet raspen, maar vergieten. Volgens mij is het wel anders, maar oké. De melk gaat erin, de boterblokken. Kijk nou hoe schattig ze zijn, hè. Dag, nu zijn ze niet meer schattig. Hoppatee, de eieren erin. Lekker hoor. Oh, we gaan even mengen. En dan gaat dit erin. Oh, oké, zo. Nou. Goed mengen en dan hebben we opeens deeg. Ik heb nu al zoveel zin om ze te gaan proeven. Niet dat we dat kunnen, maar oké. Oh, nu is het deeg groter. Oh, en dan moeten we even lekker rollen. Lekker rollenballen. Lekker rolstoelen. Lekker rollen met die keukenroller. I don't know who deed. Ja, maar niet uit. Oké. We gaan ze even lekker snijden. Huppatee. Lekker reepjes. Hallo. Oh, ik moet even die lelijke kantjes eraf halen, want ja, niemand wil jullie.
Sorry, Deeg. Maar jullie mogen weg. Jullie zijn niet mooi. Oké. Okay. Here is your score. 1. Dit was mijn eerste keer, oké. Nou jongens, we zijn bij het volgende spel beland. En dit spel heet Heerlijke Burgerbakken Spel. Dus ik ben benieuwd. Het heeft geen muziek, dus het is wel een beetje saai. Maar er zijn wel heel veel coole dingen wat je kunt doen. We kunnen letterlijk de mooiste burger ever maken. Dus dat gaan we zeker doen. Wat is de achtergrond? We willen deze achtergrond. Dan hebben we een hot café van Starbucks. Want dat ben ik zo cool. Kijk nou. Hoi Instagram, ik heb een Starbucks. Hoi. En dan gaan we nu eventjes een broodje maken. Oeh, wat is dit voor een leuke broodje. Oh, maar deze is ook leuk. Maar deze ook. Waar vind ik dat? Op vonk.nl. Ik ken jullie de reclame. Ik maak gewoon nu reclame voor ze. Voor die domme grap van mij. Oh my god, wat erg. Oh, kijk nou, ik kan ook gekleurde sesamzaadjes doen. Ik wil groene sesamzaadjes. Leuk. En ik wil een lekker gekleurde. Hier staat zo'n regenboogkleur. Die wil ik eigenlijk. Ik wil een regenboog. Ik wil echt een homo-burger. Oké. En dan wil ik deze. Wow, die vind ik echt heel cute. Die vind ik leuk. Ik weet niet wat een cute is. Ik ga hem niet daten, maar oké. En dan even lekker wat. Oeh, wat zijn dit? Zijn dit kipnuggets? Het zijn kipnuggets op een burger. Jongens, sign me up. Dat wil ik heel erg graag. Oké, en dan wat lekkere uien. Voor lekker om uit je bek te stinken. Kan ik maar even serieus één soort ui doen? Oeh, hier is... Oeh, is dat knoflook en ui? Girl, I love that. Ik moet aan mijn bek stinken. Dan heb ik geen sociale contacten meer. Yes. Oké, het volgende. Wow, dat zijn er wel echt een heleboel. Jantje beton. Nou, dan doe ik maar gewoon even... Deze ziet er wel lekker uit. Dan doen we lekker nog een... nog zo'n kaaslaag op. Of doen we gewoon een hashtag healthy laag. Dat kan natuurlijk ook. Of oeh, met een... Oh, met tomaat. Girl, laat me iets op tomatoes. Oké. Dit is ook mooi. We moeten natuurlijk wel even letten op het hashtag Insta moment. Dus we moeten hem even heel mooi maken voor hashtag Instagram. Hashtag healthy. Hashtag burger. Hashtag travel. Hashtag foodie. Yes. Misschien moeten we maar gewoon even deze doen. Die is lekker clean. Lekker mooi. En mooi voor op de foto. Lekker groen, weet je. Dat is mooi voor een fiasco filtertje. Oké, we kunnen nog doen wat we ernaast willen. We willen lekker koekjes naast. Willen we lekker, wat is dit? Een soort salade met pasta of zo. Of willen we lekker wat... Girl. Oh, krulfrieten en rondjes. En wow. Dat is ook nice. Dit doen ze dus heel veel in Londen. In Engeland en Amerika. Dan doen ze chips ernaast. Chips. Dat is... Ja, want het is eigenlijk gefrituurde aardappel, maar dan uit een zakkie. En dit is ook eigenlijk gefrituurde aardappel, maar dan heet en net uit de frituur. Dus eigenlijk is het hetzelfde, maar wij denken altijd, what the fuck? Oké? Nou, I don't know. Oh mijn god, kunnen we ook gewoon popcorn... Oh mijn god, dit is een Insta-filter, jongens. Lekker die leuke popcornjes ernaast. Oh, leuke foto. Nou jongens, we zijn met het laatste spel aangekomen voor deze keer. We moeten pizza's gaan bakken. En dat vind ik heel erg leuk. Oké. Dit is al de pizza bodem, denk ik. Oké, wat saus. Huppatee. En hier. En hier. En we moeten er wat kaas op pleuren. Hoppatee. Nou, en wat... Oh, wat chicken. Love it. Ik vind kip altijd op een pizza heel erg lekker. En pepperonis. Oké, dat vind ik weer ergens van... Nee, gewoon niet. Oké, good job, jongens. We hebben het goed gedaan. De volgende. Lekker wat saus erop mikken. En wat lekker kaas op pleuren. En wat bacon op tieven. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Oké. En volgende. Wat saus. Huppatee. We smeren hem lekker in, jongens. Lekker alsof je je zonnebrand lekker aan het opdoen bent. Oh, de volgende pizza is al aan het wachten. Shit. Weet je wat een volle bak hier. Oké, de ham moet erop. Huppatee. En de volgende. Dat is wat saus. We gaan het nu heel snel doen, jongens. Wat cheese. Wat peppers, wat paprika's. En wat kippies. Huppatee kip. Hopelijk geen plofkip. Alleen biologisch. Oké, 1, 2, huppatee. Wat kaas erop pleuren. Er moet altijd kaas op. Weet je, dat doe ik soms niet. Maar dan, ja, dan is het inderdaad een beetje vreemd. Oké, nummer 6. Dat is een bacon pizzaatje. Huppatee. Lekker hoor. Bacon en pizza is ook echt... Girl, love it. Oké, wat saus. Ik wil gewoon even goed zijn. En gewoon een hele goede pizza maaltijd. En dat mijn pizza café, heet dat zo? Pizzeria. Oh mijn god, Roy, what the fuck. Dat die even goed in de TripAdvisor staat. Dus dat iedereen ervan weet dat ik een goede heb. Oké, nummer 9.
Maar het duurt een beetje lang. Hoeveel dingen gaan we krijgen? Oké, okay, gaan we voor oneindig veel pizza's maken? Dan zeg ik, oké, okay, doei hoor. Nog even. Oké, okay, zo. Was dat het? Serieus? God, Jantje, ze zitten wel echt niet veel te kanen hoor. Lekker wat kip erop en de hammie. Zo. Hoppa, was dat hem? Great job, yes! Level 2. Oh nee. Krijg ik dan meer van die dingen of gaat het gewoon sneller? Oh, kijk, ik moet dan kaas in één helft dit doen. Zo. Oké, okay, dat is best wel lastig. Met kaas. En met een chicken. Aan één kant. En een pepperoni over de hele pizza. Waarom zou je een halve kip doen? Ben je op de lijn of zo? Moet je letten op je hashtag healthy life. Oké. Okay. Nou jongens, we hebben heel wat weer gebakken. We hebben een taart gebakken. En we hebben een hele lekkere burger. We hebben een pizza gebakken. En nog wat anders. Wat ik nu al niet meer weet wat het was. Want sommige spelletjes sporen echt voor geen meter. Als je nou ook de volgende keer wil dat ik nog een keer een spelen.nl spelletje ga doen. Laat me eventjes weten wat de grappigste en slechtste spelletjes zijn op spelen.nl. En dan ga ik die zeker eventjes doen in de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer hier op Alles Games. Bye-bye.